Dus Rotterdam Waterfront, laat je horen voor NMB! Droos tot Spangen, dat is de intro. Daarna heb je een nummer Je Weet. Dat is gewoon ja, een beetje een brag en boos. En een beetje je mening geven over wat er speelt nu in de hip-hop game. En het derde nummertje heet Tak Tak. Dat is een Marokkaans-achtig nummertje met een Marokkaanse beat en een Marokkaanse hoek. Die ik helemaal zelf doe. Het is gewoon echt een multicultureel nummer. Nummer 4 heet Te Veel. En dat is een beetje een reggae-achtig nummer. Het gaat over het leven, over bij mij in de wijk en wat er allemaal speelt en hoe ik tegen het leven aankijk. En nummer 5 is een nummer dat Stralend heet. Nou, je hoort het al, Stralend. Het gaat over gewoon een vrouw. Beetje gewoon je gevoelens uit. Gewoon een beetje een love song nummertje. Gewoon met een dikke beat eronder. En het laatste nummer heet Kwaliteit. En dat is met een Turkse sample. En ja, is een beetje brag en boos. Gewoon zeggen waar je voor staat en gewoon ja, waar je tegen aankijkt, zeg maar. De productie is door Jiboa gedaan, alle nummers. En is ook opgenomen in de studio bij hem, de Ark van Boa. En ja, er staan gewoon verschillende dingetjes op. Van hard tot een beetje knowledge. Grappige dingetjes, is gewoon echt iets van mezelf. Gewoon wat ik dagelijks doe en hoe ik me voel. Als op dit uit je dag, RNB lousy shit uit je dag. Sip of rode split uit je dag. Feiten worden hard gespit uit je dag. En een brood bounce op dit uit je dag. Je had net over Marokkaanse en Turkse invloeden. Ja. Nou, ik heb dat eigenlijk. Je bent gewoon bezig in de studio, gewoon aan het bouwen aan dingen. En ik hou ervan om gewoon dingen te doen die nog niet zijn gedaan. Of je, het is misschien al gedaan, maar je benadert het alleen anders, zeg maar. Ik hou van een uitdaging dat mensen zeggen, nou, wat is dat nou voor een nummer? Maar dat je zoiets hebt van, ik laat toch zien dat het ook hierop kan. En niet gewoon dat je een loop hebt en gewoon een standaard drum, weet je. Gewoon over gekke maten heen rappen, dat vind ik gewoon cool. Dus het heeft niet per definitie iets te maken dat jij iets met Marokko of iets met Turkije een bepaalde relatie hebt of zo. Nee, het is gewoon meer zoiets. Ja, ik in mijn omgeving, ik ken heel veel Marokkaanse en Turkse jongeren. En ik geef ook heel veel workshops en zo. Dus je merkt dat er eigenlijk gewoon behoefte aan is. En het hoeft dan niet per se door een Marokkaan of een Turk gedaan te worden. Want ik bedoel, straattaal praat ook iedereen, dus niemand kan iets claimen. Ik heb zoiets van, we zijn al eenmaal een multiculturele samenleving. Oké, check it. Je wordt gesloopt als ik jou in mijn klauwen krijg. Gus en ik gaan tekeer als een bouwbedrijf. Wat heb je over de EP gedaan in totaliteit dan? Nou, om eerlijk te zijn, hebben we misschien 4 dagen of zo, hebben we dat gewoon gedaan. Weet je, gewoon beats maken, schrijven, opnemen, uitwerken. 1 dag nog alles goed mixen en zo. Dus ja, het is voor het eerst dat ik zo snel en efficiënt te werk kan gaan. Simpelweg omdat we 10 keer lauwer zijn. Wat jullie droppen is alleen maar lauwigheid. Op mijn menu staan alleen maar lauwe rijms. Gebruik she, want je leidt aan flauwigheid. Oh. Ik gaf een workshop in Wereldmuseum. Zeg maar met basisscholieren zo tentoonstelling kijken en zo. En dan moest ik een workshop daarvan geven over wat hun hadden gezien. En zijn moeder die werkte toevallig ook bij dat museum. In de pauze gingen we een beetje babbelen van nou wie ben je, wat doe je, je doet het leuk, hoe lang werk je al met kinderen. En toen zei ze nou ik heb een zoon die producer is en die ook regelmatig optreedt en zo. Nou en toen zei zijn moeder dus van, nou geef me je nummer. En dan heeft ze zeg maar mijn nummer aan hem gepaasd, zeg maar. En dan heeft hij me gewoon opgebeld. En dan zijn we gewoon, hebben we gewoon opgehoekt. Heb ik eerst een demo gebracht. Beetje babbelen. Nou, na 2 weken belde hij me op van, oké, we kunnen even iets checken. Nou, toen ben ik dus naar hem gegaan. Hebben we een nummertje gedaan. En het klikte gelijk, alles op de spot geschreven. Gelijk opgenomen. En dat is nu ook een beetje de standaard werkwijze. Gewoon beat aan, schrijven, opnemen. Dus
alles is gewoon gelijk opgenomen. Gewoon one takes, alles gewoon. Slinger D van de V van de kapsalon. RNB gaat naar deze als een kapsalon. Je bent rechts en extreem, maar je wordt toch zo. Ik snap jou met je feest en ik lach erom. De EP is eigenlijk meer een zoethoudertje, omdat we ook al een album af hebben. Dat even wat anders heet. Die is ook helemaal gemixt en gemasterd. Alles is af. Maar we dachten van, iedereen komt met een mixtape. Ik vind het een beetje played out, weet je, om een hele mixtape op Amerikaanse beats te doen. Dan heb je eigenlijk die crowd al mee, doordat je een toegankelijke beat hebt die iedereen kent. Heb iedereen als iets van, yeah, yeah, man. Maar het is dan niet iets voor je, van jezelf. En ik merk ook vaak dat boys wel erg rappen op een mixtape, maar het is omdat die beat ook erg is. Dan heb ik zoiets van, zo'n erge tekst. Plaats het gewoon op je eigen beat of een, op een beat van Mattify of iets dat je gewoon kan laten zien, hé, ik doe het zo. En het is eigenlijk dubbel zo hard werk om gewoon een EP uit te brengen met verfrissende beats dat mensen moeten wennen aan je sound en zo. Maar ik vind dat gewoon belangrijk dat je gewoon jezelf bent en dat je gewoon zoiets hebt van, dit is het jongens, je bent down of niet. En ik doe het voor die mensen die down zijn met me, die gewoon van verfrissende dingen houden. En ja, weet je, wie niet down is, ja, weg dan. Het album wat ik daarover kan vertellen is heel veelzijdig, heel breed. Dingetjes klinken ook live en het kan ook live uitgevoerd worden, gewoon op festivals en een hoop andere dingen. En het is gewoon en het is gewoon echt, het is gewoon heel breed, staat voor alles op, van club tot straat, veel knowledge tracks, ja, echt van alles. Het is gewoon echt voor jong en oud gewoon. We hebben eigenlijk Johnny Ramos, ik weet niet of je hem kent, die Capverdiaanse mannetje met zo'n Capverdiaans nummertje, dat ook de Kas had die clip geschoten van hem. Nou, met hem heb ik een nummertje en met Rashida een nummer, maar de rest allemaal zelf. En Jiboa doet ook zelf een hoek op een track. Beats, ik had zoiets van, ik wil gewoon voor alles erop. Dus qua een beetje rock, qua een beetje reggae, gewoon hip-hop, een beetje soul, een beetje klassiek. Dus gewoon voor alles, omdat ik in principe alles kan maken. En ik heb zoiets van, als je een album maakt, moet het gewoon divers zijn. Als je maar met één stijl komt, dan ja, zijn mensen snel, ja, snel gezien, weet je. Hebben zoiets van, ja, oké, okay, ja, dit is het. Dus ik had zoiets van, ja, omdat ik zoveel stijlen kan maken. En Lorenzo ook zoveel stijlen kan rappen en over verschillende onderwerpen. Had ik zoiets van, ja, laten we het gewoon een mix van maken. Zodat voor alles, voor iedereen wat opstaat gewoon. Maar het wel, de kern is wel gewoon hip-hop. In principe, ik heb ja, best een grote platencollectie en ik weet veel van de muziek af, omdat ik ook gewoon drum en zo. En meestal is het gewoon van, ja, ik pak gewoon een plaat eruit en ik luister en als ik zeg van ja, dit is wel dope, dan gebruik ik het gewoon. En het is altijd verschillend, weet je. Meestal als ik zit ik gewoon in een windy of in een vibe. Vooral toen we die album maakten, bloot ik heel veel. Weet je, nu niet meer. En dan zat ik echt in een soort windie, in een hele trip. Dus ging alles gewoon vanzelf. En ik weet zelf amper welke plaat ik heb gebruikt. Dus het is gewoon pakken en yeah, dit is het. Oké, bab, bab, bouwen. En maar het is niet echt een formule wat ik heb ofzo. Het is gewoon wat ik doe het gewoon. Verduidelijk dat jullie vrouwen zijn. Chill me zwaar op een homo-bouwterrein. Smekken, gozers, gozers moet je smekken. Haal de trekker over het rode, zal je lekker als je denkt te fokken met deze straatvechter. Voor de mensen die jou niet kennen, voor wie heb jij in het verleden geproduceerd? Postman, E-Life, Reemster, Def Rijms, The Real Vibe. En vooral in het begin was het meer de groepen hier in Rotterdam. Mijn eigen groep toen, Death Force, Secret Recipe, Essek en Bionic had ik dingen voor gedaan. Ik werkte een tijdje met Git Hype. Dus echt meer op die basis, weet je. En veel mensen hebben, omdat ik best wel selectief ben met wie ik werk, natuurlijk veel mensen rappen, veel mensen maken beats. En ik heb zoiets van, ja, voor mij is het niet belangrijk om met iedereen te werken, weet je. Het moet sowieso persoonlijk klikken. En als dat gebeurt, en ja, dan kan ik gewoon dingen doen, want meestal hebben mensen andere
ideeën wanneer ze willen gaan rappen of dingen willen doen. Is het meer, ik wil met mijn kop op tv. Ik wil alle vrouwen zien. En ik doe het voor dit en dat. En voor mij is het puur muziek. Weet je, en hip-hop. Dus daarbij ben ik zo, ja, ben ik gewoon chill en selectief met die dingen wat ik doe. Jullie rijms zijn fake, dit is goedkope shit. Ons goud gaat niet met koper in de mix. Ik ben die harde kerel, slash straatjes. Je bent hard in de termen, studio plaat hits. Maak me niet pissen, ik verdraag niks. Gewoon doe rekening zwart, maar ik verlaag dit ja. Dit is die lang verwachte shit waar iedereen op wacht, je weet. Nou, dit is dus de CD. Zeg maar ja, eigenlijk ook EP'tje van CWI. En het is ook helemaal geproduceerd door Jiboa. En ja, de nummers, ja, mijn stem staat er voornamelijk op. Het is gewoon R&B en Jiboa. En het heet Rap aan het Werk. En het is echt, het gaat echt over de samenleving, over werkeloosheid, over toekomst, over naar school gaan, over werk zoeken. En dat je je kansen moet grijpen in het leven, omdat je eigenlijk maar één keer leeft. En het kan ook echt geassocieerd worden met de straat, omdat de meeste mensen die zoiets hebben van, hey, ik wil gewoon muziek doen of ik wil hip-hop doen. Vaak werken heel veel boys niet. Die geloven echt heilig erin van, ik ga het maken met muziek, maar je redt het niet. Je moet iets ernaast hebben om te overleven. En dat is gewoon van, ook al werk je part-time of doe je iets, je moet iets doen om een bron van inkomsten te hebben. Ja. En wij hebben het zo gebracht, weet je, met de muziek en met de tekst, dat je het gewoon in een discotheek kan afspelen. De mensen er gewoon op kunnen chillen. Dus het is niet vervelend om aan te horen. Je het zou zo, laat maar zeggen, in de top 40 of in die weg kunnen gaan, weet je. Mm-hmm. Zo breed hebben we het gemaakt. We dachten van, hey, oké, okay, dit is ook weer een kans om onszelf te laten horen. Laat het weer breed aanpakken dan gewoon. Zoiets van, oké, je hebt gewoon klakkeloos gewoon, ja, ga werken en doe dat en doe dat. En als mensen dat horen, hebben ze, ja, dat weten we al, weet je, we hebben dat al gehoord. Maar met de muziek en hoe Lorenzo dan combineert met zijn rap en hoe die rap en de teksten, is het gewoon open voor mensen om gewoon te luisteren, dat ze het gewoon in een auto kunnen zetten van, ja, yeah, ja, yeah, weet je, dus chill, chill. En dan onbewust dat ze misschien bepaalde dingen meepikken. Ik zal je kop hier aan de straat hechten. En je broer krijgt ook een paar meppen. Hij sprak stoer over een paar straps. En hij heeft niks, beter houdt hij zijn mond dicht. Hij praat meer poep dan dat er in zijn kont zit. Ik denk dat mensen gewoon heel nuchter moeten blijven. Dat is één. En gewoon, ik denk dat die arrogantie ook een tikkeltje lager moet. Omdat mensen al zoiets hebben van, ik heb hier gestaan. Of ik heb een battle gewonnen. Of ik won grote prijs. Dan zie je dat mensen gelijk in de schijnwerpers komen. Maar ze missen nog heel veel dingen. Gewoon iets winnen. Of ja, gewoon succes hebben. Je moet daarmee weten om te gaan. Want succes is zo weer over. Je kan één nummer één hit hebben. En je album flopt nog steeds. Dus het is meer van gewoon nuchter blijven, tegen kritiek kunnen, een beetje samenwerken met elkaar en gewoon dat dat playen heet gedoe moet een beetje gewoon verdwijnen. Mensen moeten gewoon echt zeggen van hey, hier flow je niet correct of check het zo. In plaats van, hey, dope shit man, en achter je rug zo, hij is echt wack of zo. Weet je, zo, mensen moeten gewoon eerlijk zijn tegenover elkaar en ja, gewoon samenwerken als het kan en als het nodig is. Maar je ziet dat als er een camp is, de hoek is hun eigen mensen op. Maar iedereen die bijvoorbeeld uit Zuid komt, die hoekt niet op met boys uit West. Of boys uit Noord hoeken niet op met boys uit Oost. Het is iedereen op zichzelf. En om die vibes te maken, moeten mensen gewoon openstaan voor nieuwe dingen, nieuw talent. En ze moeten elkaar in hun waarde laten. Ik denk dat we dan pas vooruit komen. Maar als mensen zien van Rotterdam, die vecht gewoon met zichzelf, dan kunnen we nooit ergens komen. En dat is waar we voor af moeten.